Lars Geerts, nou dan weten we woensdag meer. Onbepaalde strijd dus bij het CDA, behalve dat we weten dat Mona Keijzer als kandidaat is afgevallen. Ik ga het erover hebben met de man die eigenlijk had overwogen en sterker nog een tijdje heeft meegedaan met het lijsttrekkerschap bij het CDA, Martijn van Helvert. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u verbaasd dat het niet een duidelijke winnaar is op dit moment? Ik ben niet verbaasd. Ik vind het wel echt super spannend. Hè. Je moet nagaan, als lid zit je toch echt te kijken van wie gaat dit winnen. Ja, het is echt heel spannend. En ik dacht wel dat Hugo en Pieter hoog zouden scoren. Als je zo met leden spreekt om je heen, dan hoor je die twee namen, hoorde je echt het meeste naar voren komen. Dus dat die twee nu nog een keer in die ronde moeten knokken, dat vind ik niet onverwacht. Maar het is wel een prachtige ontknoping tot nu toe. Vindt u het terecht dat er een tweede ronde is? Ja, zeker. Want ik denk dat het wel goed is dat de nieuwe lijsttrekker uiteindelijk meer dan 50% van de stemmen heeft. Hè. Ik denk dat het goed is dat er een breed mandaat is. En het is natuurlijk een interne verkiezing. Hè. Dus het is geen verkiezingsstrijd tussen partijen waar het dus keihard tegen keihard gaat. Hè. In principe zullen de meeste leden zeggen, alle drie de kandidaten zijn heel erg goed, maar ik kies toch voor deze. En dan is het wel goed dat daar meer dan 50% bij hoort. U had eerder laten weten dat u op Pieter Omtzigt zou gaan stemmen. Ik neem aan dat u dat ook al gedaan heeft. Ja, klopt. Zijn er nog mensen die hun best hebben gedaan op andere gedachten te brengen? Nou, nee, eigenlijk niet, nee. En ik denk dat dat ook komt omdat het een interne verkiezing is. Dus dat je ook wel ziet dat leden elkaar ook wel dat kiesrecht gewoon gunnen. Het is dus daarom echt een duidelijk verschil met een verkiezing tussen verschillende partijen, waar het soms echt hard tegen hard kan gaan. En hier heb je gewoon eigenlijk nuanceverschillen, verschillen van hoe pak je het aan. Ga je voor iemand die als volksvertegenwoordiger die verkiezingen aan kan gaan, of ga je iemand die ook in het kabinet zit, ga je daarmee de verkiezingen aan. Dat zijn meer de verschillen in nuance. En dan is het dus ook niet zo dat je iemand gaat zeggen van nee, je moet niet op die stemmen, maar je moet op die stemmen. Meer gesprekken van maar wie stem jij en waarom? Nou, dat soort dingen. Dat doe je dan meer als leden onderling. Heeft u het idee dat er zwevende stemmers zijn binnen het CDA? Ja, dat wel. Want ik hoorde wel op het laatst ook mensen zeggen van nou, ik vind het zo lastig, want ik vind Hugo heel erg goed, ik vind Pieter goed, ik vind Mona goed. Dus mensen die wel in die zin geen keiharde zwart of wit afweging hebben gemaakt, past natuurlijk ook niet bij het CDA. Er zit altijd ruimte ook in het midden. Maar dat zie je in deze verkiezing wel heel erg terugkomen. Uiteindelijk vinden de meeste leden, gewoon alle drie de kandidaten, hebben ook goede, hele goede dingen. En in die goede dingen moet je toch een afweging maken. En voor wie kies ik dan echt? Hè? Terwijl je in het CDA misschien de leden van harte misschien zouden zeggen, ja, maar kunnen we ze niet voor alle drie kiezen? Snap je op die manier? Dat had ze liefst bij deze verkiezing. Oké. Okay. Ja, dat kan. Heeft u nog even spijt gehad dat u vandaag niet op het podium stond? Ja, het liefst had ik natuurlijk meegedaan en gelijk de 51% gepakt. Daarvoor deed ik ook mee. Ja. Maar ik zag natuurlijk wel in een heel vroeg stadium dat het niet om mij ging. En dan moet je ook eerlijk ook naar je eigen campagneteam zeggen van jongens, we kunnen nou wel als een Henny Huisman in de mini-playback zou zeggen, er kan ook van alles gebeuren. Maar stiekem weten we natuurlijk dat dat niet zo was. En dan kunnen we ons beter richten op de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Zo